Hallo, ik ben Sabrina Cardona en ik maak deel uit van het leerkrachtenteam voor de opleiding Farmaceutische Technisch Assistent, FTA afgekort, waarin u de wonderwereld van de geneesmiddelen gaat induiken. Farmaceutische Technisch Assistent is een zeer praktijkgerichte opleiding die de cursisten gaat voorbereiden voor de werkplek. Het vinden van werk na deze opleiding verloopt dan voor de cursisten wel vlotjes. De modules die zijn vooral een variatie van theorie, oefeningen en praktijk. Maar de sociale vaardigheden die worden ook zeer goed ingeoefend. Je kan kiezen voor een intensief programma waar je na 1 jaar al afgestudeerd bent. Of je kan een keuze maken over verschillende schooljaren. Je hebt een keuze of je het in dagtraject of avondtraject gaat volgen, of je combineert beide. Dat geeft je een grote flexibiliteit voor iemand die de opleiding wil volgen naast een job die je hebt. We werken in blokken van 4 lestijden. 12 modules, dat volg je op de school. En nadien zijn er 2 modules, waaronder stages. Elke module kan in principe onafhankelijk gevolgd worden met de autonomie van de andere module. Maar we raden je toch wel aan om in het begin, als je het over verschillende schooljaren gaat doen, dat je toch start met de basismodules. Je start dus eerst met basismodules, waaronder de toegepaste fysicochemie, toegepaste biochemie, toegepaste biologie en analytische chemie. De bouw van het menselijk lichaam en de vele ziektes rond, dat gaat gezien in de module anatomie, fysiologie. De module farmacologie, dat is een zeer theoretische vak waarbij je de geneesmiddelen met uw actieve stof worden aangeleerd, zodat je ze op een correcte en veilige manier kunt afleveren. Daarop volgt dan de module farmaceutische zorg, waar de zelfzorg van de medicatie wordt aangeleerd en op welke manier je het aan je patiënt kan overbrengen. Cosmetologie is dan een module waarin je de verschillende huidtypes van de mens gaat onder de loep nemen. Want elke huidtype vraagt ook soms een specifieke behandeling. Tarificatie en wetgeving mag natuurlijk niet ontbreken. Dat gaat dan in deze module ook zeer goed onder de knie krijgen. Het adequaat optreden bij gevaarlijke situaties, dat leer je dan bij de module toxicologie en medische zorgverlening. En dan heb je nog Galenica. Galenica is een module die zeer praktisch, een zeer praktische module. Want daar gaat je dus voorbereid worden en wordt de nadruk gelegd op de specifieke galenische vormen. Dus daar ga je effectief het bereiden gaan doen van gelules, lotions, crèmes en zalven. Ja? En dan kan je op stage gaan. De stage wordt in 2 delen verdeeld. Je hebt een eerste deel, een ziekenhuisapotheek, waar je de stage mag lopen. En dan het grootste gedeelte in een officineapotheek. Voor de aanvang van de opleiding stippelt de cursiste en trajectbegeleider het best passend traject voor jou uit. Maar tijdens de opleiding kan je ook steeds met vragen bij deze cursiste en trajectbegeleider. Maar in ons leerkrachtenteam staan ook zeer paraat en begeleiden je intensief. Een groot deel van de afgestudeerden die vinden werk in een officineapotheek. Of die gaan ook naar een ziekenhuisapotheek. En sommige cursisten die vinden ook hun weg terug in de farmaceutische groothandel. Begint het jou te kriebelen en wil je meer informatie over deze opleiding? Bel gerust naar het nummer 02-526-5100. Of je kan terecht op de website van CVO Brussel.